Ja, die, ja, oké, die zelfsoort slopen wel snel. Niet zo snel als die fucking kerel die robes aan hebben, maar. Correct. Echt fucking dik. Oh my god, dat ziet er 10 keer beter uit. Doe me nu denken kijk, aan nou hoe jij zie vroeger je er was. Wel. Nou zie je echt heel sturdy uit. Dat is als mensen je raken, weten ze dat, dat ze je niet gaan staggeren. Maar nou is je poise ook veel hoger. Dan kan je ook door een hoop dingen heen tanken. We zullen zien of het effect heeft. Correct. En ja, een longsword is een goede maar... rollcatch machine. Ja, is geen straf om een longsword te gebruiken. Correct. Oh, heb je hem weer? De eerste invader die heel snel dood ging. Oh ja. Oh nee, ik... Oh, dit was... Ik heb er maar 2 op de grond liggen. Cellswords oh, nee, gebruiken. Ja, doe. Oh, dit was Aswad, die ging weg. Wie ben ik? Ja. Net aspect. Bijna nee. Elke kank invader die je ziet. Ja, oké. Dat is waar. Maar... Ah, ik had mille fleur... Oh nee, wacht. Dingen doet het niet. Mille fleurs weer. Nee, Millefleurs deed het Good niet. Night, noobs. Goodbye, noobs. Kijk, ik heb nou deze. Ja, correct. Dat is handig voor een soort Tears of the Nile vernietiger. Ja, maar luister, dit doet heel veel... Het doet echt gewoon 100 op zo'n... Ik ben benieuwd hoeveel damage het doet op een invader. Genoeg om hem te killen na Tears of the Nile, in ieder geval. Pom, pom, puri, puri. Die Relix die zal wel denken straks, shit, de NAP heeft een update. Waar is Aswad? Die doet dat waarschijnlijk niet. Nou, deze dan maar. Oh, Aswad, deze had echt de meest willekeurigste armor aan ever. Ik doe altijd nog wel een beetje soul fashion, een beetje er goed uitzien. Correct. Ik denk dat dit misschien wel beter is. 28. Nee, dit is precies evenveel. Wacht. 2, wat doet die 2, kerel? 2, 28, oh. 26. Ik heb pom pom puri puri geraakt. En hij rent weg. Go back home. Oh, dat is een... Oh, hij gaat volgens mij booglitz doen, maar hij heeft een pijl en boog in zijn handen. Nice try. Hij wou me backstabben, het mislukte hopeloos. Ah, oh, fuck. Ik heb al allemaal een keer over veranderd. Deze nou, dit is weer dezelfde plek waar die... Oh. Jongen, nou kan ik geen fucking FP hier gebruiken voordat die kan replenishen. Weer weet. Ja, en dat was geen eens een... Die kerel weet dat niet natuurlijk, die invader. Dus... Dat is het ergste nog. Oh, ik snap wel waarom ik dit niet aan kan. Ik heb trouwens wel gewoon gestaggerd daar 2 keer, maar goed. Ja, maar dat is normaal. Het is meer als je slaat, hoe snel dat gebeurt. Hey, dat is die gun expert. Correct. Mijn kill. Oh, fuck you. Nee, deze armor set die ik aan heb is het beste, want dit is de enige armor set die ik kan gebruiken om ook nog te switchen naar mijn mace. Anders weeg ik te zwaar. Bowglitch? Wat? Oh, teamgenoot gaat Bowglitch doen.
Ja, is dat niet een beetje overdreven? Ja. Die invader zag het echt van ver aankomen, jongen. Je dacht, nee, niet dit! I'm not gonna die by some cheap tricks, denkt hij. Echt lucky, als hij die paar mensen niet had... Oké. Ik red je leven. Nou, nah, ik kan nog even doen, nou ja. Je ziet er goed uit. Voorlopig. Ik moet wel weer een keer naar een ander wapen switchen natuurlijk en dan moet ik weer wat verliezen. Oh, hij heeft hem gegrabt! Hij is meteen dood! Die jongen, kerel die gaat boomglitchen volgens mij. Welke? Die invader, waar is hij? What the f- Oh ja. What the fuck gebeurde daar? Hij is dood. Kom maar aan, kom maar aan. What the f- Oh, ik heb dingen niet equipped. Ik weet niet wat er dan gebeurt en hij killt me niet met die boomglitch op de een of andere manier. Lekker voor hem dan. Ik heb geen flauw idee hoe. Ik had fucking Kale's Bedfest niet equipped. Ik heb vlak niet hoe die Boglitch mij niet killde. Ja, fucking faggot, dat is wat je krijgt. Is dit de Boglitcher? Ja, dat is die faggot die jou Boglitchte, ja. Ja, kijk, aan de ene kant, die teamgenoot deed het, dus hij dacht ik doe het terug, maar ja. Ik bedoel, waarom ja, doet hij het dan op mij? Ja, mijn teamgenoot die gebruikt glitches, voor zover ik weet, want die kerel grijpte net ook zo een speler met die ene grab, die pyromancy grab. En die doet officieel niet zoveel damage, tenzij je een glitch doet. Dus die teamgenoot is de hele tijd aan een glitch? Ja, hier, schiet hij weer met een bow glitch. Ik red je leven daar. Je hebt me in ieder geval van veel moeten hier. Ziet hem staan, komt hij weer. Wat heeft dat voor nut? Unlimited item boven. Kijk, hij gaat dat naar voren rollen, zie je? En hij gaat hem nu alsnog gebruiken. Ja, het helpt wel tegen die invader. Oh, nog een invader, maar kan je zien wie het is op afstand? Ken ik niet. Ja, hij dacht, fuck dit, Boglitch in team? Nee. Ja, het is voor mij beter niet Boglitch kunnen. Maar goed, hij is op een duur toch oud, dat kan niet anders. Had hij dunkbaar hoor, denk je dat hij... Oh, ik heb trouwens vergeten te kijken naar dat bericht van Evil Croat. Tenminste, ik denk dat het van Evil Croat was. Vergeten. Correct. Nog een invader, recht voor onze neus. Josie ding. Ja, hij is meteen gekild door de Boglitch. Arme kerel. En maar hoe kan hij die Boglitch blijven gebruiken? Ja, nu stopt hij. Hij heeft geen arrows meer, denk ik. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar hij staat heel raar. Een andere glitch. Dat zou maar kunnen. Hij moet op een duur wel out of arrows zijn. Blijkt ook maar. Oh, ik zie al wat voor glitch hij doet. Wat? Ja. Hij slaat met de hijzelpik en tegelijkertijd doet hij een spel casten. Jongen, kan die kerel niet spelen zonder glitchen? Hij is bijna dood omdat hij gekild wordt door een glitch. Het is echt een slechte kutspel, jongen. Hij moet wel glitchen, want hij is gewoon zo slecht. Run away! Domme kanker attack, kutbeest. Hier, kijk, hij spamt gewoon die heal shit, jongen. Hij slaat en doet gelijk een heal attack. Zeg maar, die heal... hoe heet die ene heal ding ook alweer? Soothing Sunlight. Daar slaat hij en doet hij gelijk die dingen. Lukt het daar? Kom eraan. Correct.
back home. Weet je in ieder geval dat dat een extreme glitcher is en niet waarschijnlijk een jet gaat spelen als je ooit in weet. Nope. Op die invaders. Oh. Ja, dat gaat hij leuk vinden, net inspector. Oh, fuck, die curse faggot leeft nog, hè? Pak hem dan. Ik pak deze twee wel. Hij zit boven. Goodnight Noobs is om een of andere reden dood. Terug of niet? Want we hebben net inspector, dus ja. Ja, ik jump naar beneden. Ja, die curse faggot die blijft daar boven. Ik plunge op net inspector. Pak hem van achter. Hoezo slaat dat wapen sneller dan dat van mij? Prik, bye bye. Go back home gaat eraan. Wacht, ik moet even snel naar terug. Ja, en rent net de specter rent toch weg. Ja, dit is echt een. Ja, dingen zijn allemaal al dood. Net inspecten is zo'n pussy. Het durft niks. Wat de... Ja, dit bedoel ik. Ja, hij slaat en cast gelijk een ding in. Stoer hoor. Ja, mega stoer. Kijk mij, ik weet alle glitches en exploits van de game. Dag en nacht geoefend om het te kunnen. Als jij gewoon beneden wacht, daar ga ik wel hierheen. Ja, maar waarschijnlijk rent hij toch weer weg, dus... Hij heeft beelglissen waarschijnlijk hier. Hè. Zie je hem? Nee, hij is hier eraf gegaan waarschijnlijk. Nou, ja. Terug? Nog een invader. Nee. Ja, terug dan maar. Ja, doe maar terug. Anders komt net inspect... Die kent ons nog. Oh, net inspecteur zit helemaal daar. Net inspecteur loopt schade op. Ja, het heeft geen zin om nog te summen, alles is dood hier. Incorrect. En nou eentje te gaan summen om heel dat kutveld daar te doen? Ja, ik weet niet. Ja, fuck it. Probeer nog maar even. Correct. Het is grappig dat de naam bekend staat van ons dat... als ze zien invaded the world of Van Savage van fuck deze gasten, ik ga hier niet tegen spelen. Correct. Die kerel was volgens mij gisteren of eergisteren ook al dat hij gewoon wegging. Correct. Uchigarano Ishii. Die kennen wij niet. Correct. Japaner. Correct. Nee, geen signs, jammer genoeg. Point die down aan mij. Point down aan jou. Met je pussy glitches. Daaah. Ja, we missen hem toch niet echt. Fucking pussy. Eigenlijk had je hem al weg moeten sturen, maar ja. Correct. Maar jongen, nee. Captain Case. Fuck, kon net niet summonen. Oh, Uchigarano is gekillt. Wat? Ja, een net inspector heeft hem gepakt met de poglitch waarschijnlijk. Waarom had die Estus net nodig? Inspector. Ja, trouwens, ik ga hier niet met een boog staan, want ik weet toch dat net inspector niet durft. Waarom zou net inspector hem killen? Heeft die Estus nodig? Blijkbaar. Moho Brothers. Oh, die kerel is ja, een beetje een tryhard volgens mij. Vet klaar, die ken ik niet eens. Jawel, die hadden we één keer gisteren of eergisteren. Die hadden we wel redelijk eenvoudig gekild volgens mij, maar het is toch een beetje, dacht ik dat een beetje een tryhard was. We zullen wel zien. Oh, wacht, nog eentje. Ja, maar ik zie niks meer liggen. Dus even wachten.
Ja, ik denk niet dat het echt geweldige helden zijn, deze twee. Zeker niet Ned Inspector. Ned Inspector denkt... A good offense is a good defense. Good de- no, a good defense is a good offense. Ja, zo zou hij het zeggen. Oh ja. A good offense is a good... Nee, dan zeg ik het weer verkeerd om, volgens mij. A good defense is a good offense. Ja, klopt. Correct. Good defense is a good offense. Am I right? Lisa is een bitch. Oh god, komt ze weer. Ja? Ben je wel? Voor? Wanneer? Ja. Waarom nog één? Dus ik moet sneller een afspraak maken. Ja, maar wanneer? Welke dag moet ik dat doen dan? Dus dan moet ik die oude verzetten? Nee, die oude hoef je niks mee te doen. Oké. Hé, Saints. Ja, voor de zekerheid een donderdag. Ja, zoals verwacht komt Ned Inspector niet. Wat? Ja. Ja, ja. Goed. Voor wat? Ja, dan... Ja, en? Waarom staat hij niet op je nieuwe telefoon? Ja, daar hoef je niet over te zetten. Dat kan je gewoon zo doen. Zoek lekker zelf een kabeltje. Mijn krijg je niet. Hier zit er toch één. Hier, pak deze dan. Oké, let's go. Ja, maar dat is toch helemaal niet de goeie. Dat is toch niet de goeie, zo. Je zegt een Samsung oplader, zo'n platte bedoel je. Ja, dat is toch geen Samsung. Pak die van beneden van je eigen kut oplader dan. Nee, dat is toch ook geen Samsung. Waar heb je het over? Gewoon een fucking Samsung oplader, zo'n ouwe. Dat is toch geen Samsung oplader? Ik dacht van wel. Fucking simpel. Jezus Christus, je zoekt er lekker zelf heen. Nee. Nee, die krijg je niet. Ik wil hem hebben. Nee. TV, joh. TV, wijf. Niks daar zeker. Ja, in VDU. Oh, je bent daar al. Het is niet Ned Inspector. Nee, maar die zou wel een booglitch aan doen zijn. Waarschijnlijk. Watch out. Dat moet je zelf weten. Wil je even kijken of hij hier is? Nee. Nee, hij zou wel geweest. Ja, maar hij zou weer terug naartoe kunnen zijn gegaan. Doubt. Zijkant? Wat? Wat? Ja! Oké, okay, what the fuck is Moho nou weer aan het doen? Weg met die invader misschien? Gaan we lekker. Waarom ja, kon je nou weer moet weer eigenwijs doen. Oh! Oh, hij pakt hem. Ja, hij kijkt niet achter zich, ja. Dat dacht ik al. Most excellent. Erba. Misschien zit hij wel... Vetklaan was niet echt goed. Misschien zit hij hier... Nee, ja, ik zei wel, ik wist het niet zeker. Want we killen hem wel redelijk eenvoudig gisteren of eergisteren. Is die Boglitch daar? Nee. 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 Zit sowieso ergens met een of ander snootplan. Oh, dat... Oh nee. Het is de Ring Knight. Ik zie nu een Ned Inspector overal. Ja, correct. Eyes of the sea. Ik doe die kerel om fucking L2R2 nakken. Oh shit. Nou, lucky.
Heb je hem weer. Vet klaar. Oké. Okay. Wat? Ik doe wel een blue aan, hoor. Net een spectre komt toch niet op daar, zolang we met z'n drie of twee. Oh! Oh, wel, look what we have here. 205. Deze gast heeft echt geen HP of resistance, jongen. What the fuck? What? Hij sprong volgens mij. Oké, okay, hij is echt slecht, ja, ik geef het toe. Nah. Het is zonde, het feintje. Hij is niet best, nee. Ja, maar ja, then again, anders gaan ze dodgen met de scythe. Ja, maar ja, wat wil je? Ja, nee, dit is beter uiteraard. Maar kun je niet gewoon een speler hebben die weet wat hij doet en goed is, maar zonder al die domme kuttrucjes? Ja, Lance van Uppercut misschien. Oh? Wat task? Huh? Waarom is hij terug? Is net een Spectre geliefd? Als Blade weggaat, is er geen net een Spectre meer. Net een Spectre is geliefd. Waarom heb ik dat niet gezien dan? Ik denk tussendoor de summons en shit. Hmm. Wat een pussy bitch. Straks zaten we straks duidelijk in de video, net als die ene keer toen we die Old Gale doden in plaats van Patapon. En ja, toen we hebben het duidelijk gemist dan, weet je wel. Misschien is het wel gewoon heel duidelijk, hè? Ja. Of straks komt hij ineens met de Boblish, blijkt hij er nog in te zitten. Ja, dat kan niet, want een Blue zou gesummoned moeten worden nou. Ik ben echt zeker dat hij er niet meer in zit. 100%, anders was hij niet weggegaan. Ja, ja, klopt eigenlijk al. Ja, weet je, we kunnen naar de Judicator gaan, misschien krijgt hij wel ballen. Wat? Ik dacht dat hij net zei dat hij er niet is. Ja, wie weet is hij er. Misschien heb ik het mis. Oké, ga voor mij. Je hebt hem, daar heb je hem, net inspector. Hoe de fuck kan dit nou? Ik zag hem 100% daar. Waarom? Hier. Ja, Boglitch! Mislukt. Ik had wel wachten met de Boglitch zou komen. Wel raar hoor, dat hij weggaat. Die blue dan. Zo, Estus cancel glitch. Knap hoor. Oh, echt een fucking wimp dit man. Kijk, ik heb niet zoveel zin in net inspecten, de hele tijd achterna lopen. Waarschijnlijk komt hij zo toch weer met een Boblish. Ja, en ik daar alweer schade op, dat betekent dat ik ga switchen van ringen. Ja. Hij zal praktiek. Dag! Dat is echt een fucking negro naam dat, jongen. Yep. Komt-ie. Oké. Okay. Ja, ik was uit de stamina, maar ik heb het overleefd. Ja. Hij heeft ook die ene ring aangedaan. Omdat je hem niet kan zien. Correct. Kijk hem dan, jongen. Echt een fucking wimp, man. Correct. Ja, laat hem maar lekker. Ik ga er niet achteraan rennen. Weet je wat, fuck it, ik ga. Correct. Let's go. Oh, hij zit daar, invader. Dat was niet duidelijk of zo. Oh nee, dat zag ik echt niet. Wat? Nou ja. Ja, maar ik ren er gewoon voorbij, ik krijg de prestering. Ja. Ik heb het wel gehad. En Mo Brothers is bijna dood, wat is dit nou? Ring Knight is hier. Ja. Ja. Achter je. Net een Spectre met zijn cellsoorts en geen armor. Dat is nieuw.
Ja, de brug over. Kom, kom, kom. Die ringnuit volgt zometeen toch niet meer. Kom net in Spectre hoor, gevaarlijk. Doorlopen, doorlopen. Pak deze gasten. Kijk, net Spectre durft al niet meer. Ja, hij durft al, hij is het potje te gooien. Dat is wel echt durven, ja. Ja, en die andere teamgenoot van ons is dood. Toen kreeg hij pas ballen, net Inspector. Hij is weer ring aan het switchen. Ja, nou, ik ga niet langer blijven wachten hier. Het is al de tweede keer vandaag dat ik door die Indie Boglis kom en op de een of andere manier niet door gekild word. Correct. Ik probeerde me daar trouwens te raken met een boog, maar miste. Ja, yeah, I know. Waarschijnlijk gaat hij hier weer proberen. Ja, maar het werkt niet. Oh, we zijn hier, hero. Ja, dat gaat toch niet werken. Nee, waarschijnlijk. Kom. Dacht ik, wacht even op die... Ja, die gaat toch niet werken. Maar... Het is toch wel grappig, net Inspector weer gelijk zijn Boglitch. En toen hij geen Boglitch gebruikte, Poisoned Cell Swords. Origineel. Het werkt wel, de sign. Of niet? Wat? Ja, ik zei het. Wat? Wacht, misschien moet ik toch even terug. Ja, pas op hè, want hij kan je misschien van de brug af kukelen. Kijk, no die fucking faggot van een... Hij is... Ja. Dat waarschijnlijk was hij AFK. Net Inspector denk ik, yes, gratis Estus! Ik denk niet dat hij met Boglitch... Ja, maar hij kan sowieso niet met een Boglish komen, dus waarschijnlijk met Cell Swords. Deze faggot heeft meer moveset als wij met dat fucking wapen. Ik weet dat hij ons kan zien. Oh! Waar de fuck komt hij vandaan? Links van ons. Nou ja. Ik krijg geen flauw idee hoe die daar komt. Ik zag hem niet en het mislukt alsnog. Dat is wel triest. Maar hoe de fuck kwam hij daar? Ja, hopeloos mislukt. Schopt hij nou? Hij had hem kunnen killen daar, die kankerbloer is zo nutteloos, jongen. Echt waar. Oh man, hij raakte nog met dat. En nou hield hij, want hij heeft SS Cancel Glitch voor zichzelf te werken. Ja, yeah, fuck dat. Jongen, die bloer is zo fucking nutteloos. Echt waar, jongen. Gaat hij schoppen? Maar hoe de fuck kwam hij daar aan de linkerkant? Ik snap dat echt niet. Omdat die ring veel meer... Je moet veel meer dichterbij zijn om het gezien te worden. Daarom kon hij via de rechterkant voor hem en links voor ons komen. Echt waar, die kankerbloe. Weet je, ik stuur hem gewoon weg. Correct. Faggot. Die andere gast gun ik zijn shit wel. Correct. Nou, dat was heel nuttig van net Inspector. Ik weet niet of ik nou 2 of 3 keer door zo'n bow ben geraakt. Ja. Volgens maar mij... je kan er gewoon uitdodgen, want het is geen unlimited stack. Dat is het. Ah, is dat het? Oh. Ja, je kan er uitdodgen. Nou, ik denk dat die laatste, die hebben mij dan gewoon iedere keer niet geraakt, denk ik, die laatste. Ja, dus. Maar net Inspector is zo'n dom sukkel geweest. De laatste die hij had, ging hij voor jou. En halverwege toen hij zijn barrage aan het schieten was, ging hij naar mij. Ja, nou, dat werkt niet. Correct.
En zijn bowglitch is niet zo sterk, zo te zien. Blijkbaar. Alhoewel die bowglitch van die, ik weet niet meer hoe die heette, daarvoor hem ook niet killen. Dat was ook echt een wonder, ik heb echt flauw idee hoe die dat overleven. Net Inspector. Ja, zo ziet hij er ook niet uit. Ik dacht dat hij Cellsource vast had. Oh shit. Oh shit, kill gauw die... De ene is dood, de ene Painted Guardian. Oeps. Wat heeft hij? Toch geen washing bowl? Waarom gaat hij de hele tijd voor mij, ja? Hij heeft een sukkel dit, jongen. Hier, dus kan je wel de hele tijd voor mij gaan. Correct. Fucking net, Inspector. Anyway. Altijd. Dit was ook een wat langere run waarschijnlijk daardoor. Ja, en omdat die kutteamgenoot iedereen aan het wegjagen was met zijn glitches en shit. Oh ja, was dat in dezelfde run nog wel? Dan is het echt een lange geweest. Ja, dezelfde run.